Beste collega's, allereerst, ik hoop dat iedereen gezond is, dat het je goed gaat, dat het met de familie goed gaat, geen zieken, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het lijkt de afgelopen week, 2 weken, alsof het ineens normaal is wat we doen. Het onderwijs online geven, met nieuwe werkvormen werken, techniek aan de praat krijgen, tentamens, alternatieve vormen bedenken. Maar dat is het natuurlijk niet en toch zien we dat het gebeurt met enorme inspanning van iedereen. En dat doet iedereen thuis. En dat betekent dat zo'n grens tussen werk en privé ook heel erg aan het verschuiven is. Want er worden online colleges gegeven terwijl je de kinderen om je heen hebt. Terwijl je tegelijkertijd nog aan het thuiswerk, homeschooling voor je kinderen moet doen. Iedereen werkt snoeihard. Wetenschappelijk personeel, maar ook ICT, facility service, communicatie, de portiers, echt iedereen. Dus dank, enorme dank daarvoor. En tegelijkertijd zien we natuurlijk, en laten we daar ook voor houden, dat de werkdruk heel erg oploopt, want het zijn ook hele gekke dagen. Van de ene kant heb je het enorm druk. Ik merk zelf hoe moe ik 's avonds ben, omdat je op een andere manier bezig bent. En de dag is op een of andere manier ook rustig, dus het is een gekke combi van beide. Let heel erg goed op elkaar, maar even rustig aan met papers schrijven, onderzoeksvoorstellen indienen. Zorgen dat we elkaar daar niet op gaan afrekenen. En ook natuurlijk alle leidinggevenden. Weet je, heb begrip voor de situatie waarin mensen zijn. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Kan nog weken duren, kan misschien nog een paar maanden duren. Erg goed op elkaar letten, zorgen dat we elkaar ondersteunen waar mogelijk. En in ieder geval voor nu heel erg veel dank voor de prestatie die iedereen levert.